Tada, kijk eens hoe lekker dit is. Dit heeft mijn lieftallige buurvrouwtje gemaakt. Lovely ligt lekker daar te smullen. Beauty daar. En Lady, mijn grote vriendin daar. En daar hebben we Ro. Hi, schat. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 23 juni 2021. En het is bijna 11 uur in de ochtend. En zoals je ziet lig ik nog op bed. En het zal ook nog wel even een tijdje zo blijven. Want zoals jullie weten ben ik besmet met het coronavirus. En ik voel me even nu op dit moment nog niet helemaal helder genoeg om lekker uit bed te gaan. Nee. Dus, maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja. Ja, en dan zouden jullie waarschijnlijk denken van hoe gaan we het oppakken? Nou, dat is heel simpel. Roderick die haalt zometeen de hondjes op. De hondjes blijven ook bij Roderick. Zodat Roderick niet in mijn buurt hoeft te komen. Ook niet bij mij binnen eigenlijk. En als Roderick voor mij boodschapjes kan doen en gaat doen, dan zet hij dat gewoon bij mij voor de deur neer in de portiek. En zodat ik het dan weer veilig kan pakken. Ja. En we bellen elkaar wel en we appen. Dus. En ik heb hem nu ook aan de telefoon. Alleen hij is waarschijnlijk nu even lekker aan het douchelen. Ja, helemaal top. Dus, maar ik probeer wel mijn dingen gewoon op te pakken als ik daar de energie voor heb, jongens. Ja. Dus, want gisteravond ging ik eventjes de bank verschonen met mijn kleed. En ik was helemaal buiten adem. Dus, ja. Het is niet anders. Dus we gaan er gewoon voor. En ik zou zeggen, doe gewoon een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan eventjes. Want dan blijf je zeker. Ik wil weer te snel praten. Want als je abonneert, hoor jij dus namelijk bij de familie. Ja, hoe leuk is dat? Nou, ik ga weer even hangen. En dan zien jullie mij later wel. Tada, kijk eens hoe lekker dit is. Dit heeft mijn lieftallige buurvrouwtje gemaakt. Oh, zo lekker. Dus buurvrouw, als je dit ziet, dankjewel. Je bent een engel, maar dat wist je al. En zonder B. Dus ja. Dus ik ga hier ook lekker van smullen vanavond. Ik zet hem nu nog even lekker in de koelkast. En misschien pak ik er zo meteen al wat van. Dus nogmaals, dankjewel schatje. Oké, nou, Ro is dus bij de dierenvoedselbank geweest. Tweemaal deze dingetjes. Nou, dit gaat dus één eigenlijk vanavond richting schuur. Dus hier hoef ik niet op. Dat gaat gewoon richting schuur. Dit is allemaal hondenbrokken. Yep. Heb ik hier dit kattenvlees. Dit is voor de cavia's. Lekker. En dit is kattenvoer. Dus ja. Ja, is het voor jou? Ja. Dan heb ik hier ook nog allemaal boodschappen. Dus ja, ik heb mama ook aan de telefoon, want die is jarig, zoals jullie weten. Dus ja, gefeliciteerd hè mam. Ja, en ik hou ook van u. Dus ik heb de kattenbak gedaan en alles. Dus het is nu net 5 uur geweest, dus helemaal goed. Hé, Spido, wat zijn we aan het doen? Ja, wat zijn we aan het doen, vind je? Top, dank je. Ja, lieve mensen, ik sta dus nu even lekker op balkon. Ik ben met eten bezig. Alles gaat een beetje op een slome gangetje of zo, zoiets. Want ik hoef maar naar een wc te gaan en ik ben back af. Ik hoef maar een grote inspanning te doen en ik ben moe. Ik ben back af. Het vraagt heel veel momenteel voor mijn lichaam. Maar ik heb ook hele lieve mensen om me heen. Zoals mijn bovenburen en mijn schuinonder buurvrouwtje. Dus ja, ik noem ze allemaal lekker niet en bij naam. Dat willen ze allemaal niet. Dus respect ervoor. Dus ik heb Rodus nu aan de telefoon. Die is nu met de hondjes aan het lopen. En dan loopt Roos om dan ook nog zometeen eventjes met de hondjes hier langs. Dus dan zal ik hun ook even filmen. Dus ja, ik ben nu even lekker met eten bezig. En komt goed. Ja, lieve mensen. Ik ben dus dit aan het maken. Roerbakkerijst Surinaamse nasi. 15 minuten, 1 pan. Dus ik heb al kip. Ik heb roerbakgroenten.
Nou, dat heb ik erin. En dan moet dit er allemaal in. Dus, maar ik had al de kipjes die al in stukjes gesneden was. Dus ja, komt goed. Hoop ik toch. Ja. Dus lekker, hoop ik. Dus dit ga ik eten vandaag. Hoop ik en dat ik het en dan mijn strot in krijg op dit moment. Maar ik hoop het wel. Ik denk het wel. Kijk, en daar kijk eens aan. Daar hebben we mijn meiden. Hi, wijfies. Oh. Kon ik jullie maar een knuffel geven, hè? Lady. Hè? Huh? Ja, precies. Op en op afstand. Nee. Willen jullie cookie van mij? Moet ik cookie pakken voor jullie? Oh, moet ik cookie pakken voor jullie? Nou, wacht even dan. Geduld, ik kom er zo aan. Nou, dus normaal. Nee, die regendouche die ik heb gehaald en bij de Lidl, die kan ik weer terugbrengen. Ik krijg er eentje van boven. Ik heb hier sowieso een pakje voor jou. Deze. 1, 2. En ik geef er nu ook wat aan ze. Uitkijken. Goed zo, lovely. Goed zo. Heb ik hier nog dan zometeen 1 en 1 over. En daar zit er 4 in. In zo'n dingetje. Lady, let jij op? Lady, eerst jij. 1, 2. Goed zo, lovely. Lovely, kijk eens hier. Lovely. Zo, tak. Lovely, kijk eens, beauty. Zo. Ja. Goed zo, meiden. Oh. En ik kan nou geen foto maken, maar dat maakt me niet uit. Pak ik er wel gewoon eentje van en met editen. Ja. Je ziet ook precies aan waar ze ligt. Lady daar, beauty. Die daar echt bij en bij moeders eigenlijk, om het zo maar te zeggen, zus die oh. Is het lekker, meiden? Komt uit een goed hart, hè? Scheelt me weer even 30 euro dan. Of ik hou hem voor mocht. Dat kan ook. Ja, je kan hem krijgen hoor, van mij. Ja, oké, okay, ja. Ja, grappenmaker. Lekkere meiden. Moet je ze zien liggen ook. Lekkere. Lovely ligt lekker daar te smullen. Beauty daar. En Lady, mijn grote vriendin daar. En daar hebben we Ro. Hi, schat. Hoe voel jij je? Ik kom wel prima. Mooi. Dat is fijn. Ik ben een beetje vermoeid van de reis heen en weer voor jou. Ja. Oké, wat is ook alweer. Ik heb er nog één over. Wil je die ook mee hebben of niet? Het is toch op, of wat? Oh, daar. Ja. Lekkere meiden. Zo, dat was lekker. Oh. Mama lady hoor. Ik doe ook kruimeltjes. Ja, cool kruimeltjes. Gaan jullie weer mee met en met papa dan? Cool kruimeltjes. Lekkere meisje. Hi. Oh. Gaan jullie weer mee en met papa dan? Maar kan mama zo eten? Ja, mama zo lekker eten. Mama gaat voor vannacht heel veel vitaminetjes neerzetten. Nee, is lekker. Bruistabletjes. Nee, is lekker. Ga je weer? Nee. Hi meisje, ga lekker met papa mee dan. Doe maar.
Ga maar met papa mee. Lady, push. Push. Push, push. Push. Pushes. Push. Waar is de push? Even Robert vergek maken, maar hij begon er zelf mee, jongens. Alleen ik weet niet of dat op en op film stond, maar... Ja, pushes! Pushes! Nee, niet meer. Hij heeft ze goed onder controle tegenwoordig. Het gaat steeds beter. Maar ik ga zo eten. Ja, lieve mensen. Ja, ik ga deze vlog lekker weer afsluiten samen met jullie. Het is een hele rare vlog. Het is een rustige vlog. Minder dan dat jullie van mij zijn gewend. Want normaal gaan we altijd de hort op. Maar nu is Roderick de hort op geweest voor mij. Even boodschapjes aan het doen. Bij mijn voordeur heb ik nog het een en ander staan van mijn bovenburen. Die gaan volgende week verhuizen. Jammer. En dit zal nog even zo blijven. Dat ik dus alleen maar thuis zit en... ik ga even kijken wat ik allemaal kan filmen, hoe ver ik kom en alles. Kom maar kerel, kom. 1, 2. Kom dan. 1, 2. Kom. Ja, kom maar. Kom dan. Je wilt erbij. Kom. 1, 2. Ja, goed zo kerel. Dus dat gaan we even bekijken hoe en dan wat. Ik ga deze vlog lekker afsluiten wat ik al zei. Dus vind je deze vlog nog leuk of saai of weet ik veel wat. Maakt me even allemaal niet uit. Maar we hebben wel vandaag... de 500 abonnees bereikt. Dus ik wil jullie allemaal onwijs bedanken voor het abonneren. En ben je nog niet geabonneerd? Ik zou zeggen, abonneer dan even hieronder. Laat eventjes een duimpje achter. En doe sowieso het belletje aan, want blijf je op de hoogte. Zodat er dus een video online staat. Dus dan wil ik jullie zeggen, bedankt voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!